Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Knol Power! Knol Power! Colin! Enzo! Wat ben je daar aan het doen beneden? Ik vind het een beetje vies uitzien hoor. Ah, what the fuck? Gadverdamme. Hashtag no homo. Anyways, niks tegen homo's. Hashtag joepie de poepie. Maar fuck jou, Colin. Anyways, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol, ik ben samen met Colin. Wij gaan een nieuw avontuur beleven. De vorige keer toen waren wij hier geëindigd. Het was echt een super episch avontuur. Yes! Want je ziet alle blokjes nog liggen. Je ziet de chesten daar beneden. Je ziet een van de rare stijve platformen hier gemaakt. Nee. Het is gewoon een toren. Oh, het is gewoon een toren. Oké, ik zag het even verkeerd dan. Maar daar waren wij geëindigd en wij gaan nu gewoon verder weg van ons eiland. En dan dichterbij naar... Grands. Juist. De Grands. Maar mijn hele inventory zit al vol, hè? Oh, maar daar heb ik een trucje voor. Kijk, let op. Eén, twee. Hoppakee. Want ik heb hier al die sandstone voor jou. Ja, ik ook. Speciale. Oh, wat doe ik? Oh my god, ik gooi het gewoon op de grond. Dat is niet zo slim. Dat was mijn duivels. En pearls nodig. Hé, hey, doe eens een duivelslachje. Die was best goed. Dank je. Oké, komt ie. Dat is meer eigenlijk wel. Dat is meer een pedo of zo. Komt elke keer weer terug, zwart. Oké, ik wil deze kip opeten. Ik heb hier... Niks tegen homo's. Nee. Ja, je hebt het over gehad, hè? Kan ik het weghalen, de chest? Zeg nou maar ja. Oké, cool, thanks. Oh nee, nu heb jij hem! Dat was niet fake, dat deed echt pijn. Oh, serieus? Ik moet wel drinken. Oh, ik traan in mijn ogen van. Holy moly. Frikandoli. Oké. Oh, ik weet wat leuks. Oké, ik ga hier naast jou staan. En ik heb daar een bootje. En wie het eerste bij dat bootje komt, die mag hem hebben. Oké? 3, 2, 1, go! Holy shit, fuck jou! Nu ga je verliezen, want je speelt gewoon. Nee! Ja. Oh, sorry. Ik dacht bijna dat je dood was. Oh, ik heb hem opgevangen. Ik heb hem opgevangen. Oké, we gaan er gewoon vandoor. We gaan... Wow, we zijn al bij min 1850. Oh, doe ik het weer! Verdomme! De border, check! Ik spring weer op mijn bootje! Dat komt omdat ik zoveel rust heb gespeeld, jongen. En als je in rust, zeg maar, als je daar wel snel wil gaan, druk je op shift. Ja. En hier is het, bij mij is het control. Oh, dus je raakt de hele tijd in de soep. In de soep. In de palingsoep. Oké, laten we hier naar beneden gaan. De zijkant van de border. Ik ga hier ook... Wat enthousiasme. Ik ga hier ook alvast naar beneden. Voordat... Ik lijk wel een beetje, moet ik zo eerlijk zeggen. Serieus? Ja, Colin is tegelijkertijd een video aan het renderen voor zijn kanaal. Ja. Is, heel leuk wordt die. Kanaal van Colin staat in de beschrijving. youtube.com/dagxad. Anyways, wat heb jij allemaal gedaan vandaag, Colin? Ik ga niks meer zeggen nu hoor. Fuck jou. Oh, volgens mij... Ik weet niet of jij dat wil vertellen, maar jij hebt iets leuks binnengekregen. Ja, ik heb iets leuks binnengekregen. Het kan op mijn kanaal. Ja, nee, dan moet je wel het goede kanaal neerzetten. Oké, is goed. Maar ga verder, wat heb je gekregen? Want misschien is het leuk om ook in deze uitzending... Waarschijnlijk komt het toch eerder op mijn kanaal terecht. Hè? Want ja, ik ben veel sneller dan jij. Ja, inderdaad, het komt waarschijnlijk eerder op Colin's kanaal. Maar misschien is het, maar dat is ook leuk, want het is jouw ding, weet je. Maar misschien is het leuk om ook even de kijkers hier te bedanken voor alles wat je hebt gedaan. Ja, jongens. Ik zeg het niet snel. Maar jullie worden bedankt. What the fuck? Heel kut over, maar ik heb vandaag iets in de post gekregen. Het zit in deze doos. En voor de mensen die wat andere YouTubers volgen, die weten denk ik wel wat het is. En die Enzo ook al heel lang volgen. Want Enzo heeft hem ook al een keer gehad. Ja. En ja, het is zo vet. Het is echt, als je het binnenkrijgt, dan weet je niet wat je overkomt. Nee, je hebt wel eens dat er iets omhoog gaat. Nou, op dat moment gebeurt dat dan. Ja, mijn UQ ging echt in één keer omhoog. Dat was echt
Abonnees ook. Ik haal de deksel eraf. Kijk, dit is de deksel. Ja, dit is de deksel die erbij zat. Dus Wauw, jongens. Hij haalt de deksel eraf. Het is karton. En er zit een blaadje bij. En het blaadje, dat schijnt door. Wauw. Echt heel raar. Ja, klopt. Dat klopt inderdaad. Dat is speciaal papier. Dat komt, hoe heet dat? Staat het in het Engels of het Nederlands? Engels. Oh, bij mij ook. Oké, maar vertel maar. Oké, ik zal lezen wat erop staat. Ja. 100,000 subscribers. That's more than the double the size of a packed Roman Colosseum. And more than 10 times the number of people who set the human domino world record. You understand the dedication and talent it takes to reach 100,000 YouTube viewers. We want you to know that we don't take your achievement for granted. You delivered the audience, and we're delivering the rewards. To commemorate your milestone of 100,000 YouTube subscribers, please accept, with our congratulations, this silver play button. We know you'll continue to create amazing content and bring in more fans, so we'll keep looking for new ways to reward you. Thanks for being awesome! Sincerely, Tom Pickett, Vice President, Global Head of Content Operations, YouTube. Wow. A motherfucking... Ja, ik was zo jaloers. Iedereen had hem al, maar nu heb ik hem ook. Ik heb de silver play button. En die krijg je als 100,000 abonnees hebt gehaald. Yep. En zoals de meeste van jullie weten, heb ik die pas gehaald. En ik was heel blij. En ik bestelde hem dus. En toen zeiden ze dat het 8 tot 12 weken zou duren. Ja, klopt. Maar weet je wat ook raar is? Dat je hem zelf moet bestellen. Dus als jij 100,000 knophoor abonnees hebt gehaald. Dan, dat komt er altijd toch weer perfect uit. Maar als je dat hebt gehaald, dan moet je dus zelf op een knopje drukken van aanvragen. Niet dat YouTube dan ziet van, oh, je hebt 100,000 abonnees, we sturen hem op. Nee, je moet het zelf aanvragen. Je hebt 100,000 abonnees, dat vind ik ook zo gegeven. Het is best wel, Lapis Lazuli. Best wel fair dat mensen 100,000... Het is veel, 100,000 abonnees. Het is fucking veel, bro. Jitsu en ik, we beseffen ons dat gewoon echt niet. Gewoon hoeveel mensen dat zijn. Nee, ik denk dat bijna geen één YouTuber dat kan doen, dat beseffen. Wij maar een cijfertje op ons kanaal. En als je erover na gaat denken, Enzo die heeft dan bijna 600,000 abonnees. Dat zijn gewoon 10 voetbalsters. Ik vind het niet leuk dat je niet goed op mijn kanaal kijkt, oké? Oké, ik ga nu kijken. Ik vind het niet leuk. Kijken. Oh, mijn pickaxe is bijna kapot trouwens. Deze mag niet kapot gaan. Fuck. Heb je al 600,000 abonnees? Ik vind het niet leuk, Colin, nogmaals. Ik zei toch bijna 650,000 abonnees? Nee, zo snel gaat het ook weer niet. Nee, het was bijna 600 dus. Ja. Ik kijk eens wel op jou. Wow, je brengt me helemaal in de war. Ik weet of je nog kan opnemen. Maar, 600,000 abonnees bijna. Dat zijn gewoon 10 voetbalstadions helemaal vol, hè? Wauw. Nou, welk voetbalstadion? Ja, doe maar een arena dan. Nee. Ja, maar het is gewoon heel veel. En ja, eigenlijk het enige moment waarop we dat echt beseffen, tenminste persoonlijk heb ik dat ik het echt besef, is de YouTube Gathering. Ja, dan denk je echt van wow, holy fucking moly. Maar er zijn ook genoeg kijkers die gewoon het heel erg tof vinden om YouTube video's te kijken, maar verder mij niet in het echt hoeven te zien ofzo. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik bedoel, het is gewoon... Je ook allemaal niet te zien. Stel je voor, je zou iedereen een hand moeten geven en dankjewel moeten zeggen. Wow. Zou je gewoon echt al 2 dagen bezig zijn? Nou, gelukkig kan ik gewoon een video maken en daarin gewoon een dikke shout-out geven naar mijn kijkers. Want als je dat moet doen inderdaad, dan ben je echt ziek lang bezig. Ja, daar vind ik het fijn dat er zo'n evenementen zijn als, de YouTube Gathering dan. Ja, zeker weten. Ja, want dat is wel heel relaxed. Het is ook heel veilig, want je weet nog toen je bij mij was, toen stond ook een klas voor onze deur gewoon. Ja, dat was nog wel heftig. En dat was heel onveilig, want iedereen zette zijn fiets op de stoep en ging dan zelf op de weg staan. En ja. Dat was wel gevaarlijk. Dat was een beetje onlogisch ook. Ja, en vooral omdat ik nogal een drukke straat woon. Fuck, ik wil het gaan oplossen op een of andere manier, maar het gaat niet goed. Oké, maar waar we ook over praten? Oké, ik wil dit hier oplossen, maar het gaat niet. Ik ga wel even eentje naar beneden en dan ga ik hier zo weer omhoog. Hoppakee. Ja, ik weet... Oh, fuck. Oké, Mario hier. Ik ga daar gewoon weg. Fuck dat. Ik kom wel even terug naar jou toe, want jij bent volgens mij een stukje terug. Oh ja, ik zie je al. Hallo. Ik strip al nog even. Oké, nou kom, we gaan naar de andere kant op. Of nou, niet helemaal de andere kant op. We zijn op 12, dat is prima. Maar we gaan even deze kant op, dan komen we ietsjes meer aan de rand van de border. Kijk, ik kom nu al iron tegen, dit is een goed teken. Hoppakee.
Zo, eventjes kijken. En als we nou aan de rand van de border zijn, dan gaan we vanaf daar gaan we verder. Oh, ik zie het al. Ik zie het. Oh, lapis lazuli. Ja, het enige vervelende is dat mijn pickaxe, efficiëntie 5, niet meer goed doet. Maar hij doet het wel, maar hij is bijna kapot. Hij doet het niet meer. Maar daarnaast vind ik het wel weer geinig om alles te gaan hakken en dan die blokken mee te nemen en thuis neer te leggen en dan XP te krijgen. Dat blijft gewoon border. Een hele leuke manier. Ja, ik ga niet helemaal langs de border. Ik ga denk ik zo, op deze manier. Dus... Colin, als jij dan hier weer naast gaat minen... Het is toch leuk zo langs de border? Of ja. Ben je bang dat je weer diamonds tegenkomt? Ja, en dan ga ik me weer helemaal naarvoelen. En dan sluit ik me de hele dag op. En dan kom ik niet meer buiten. En dan schrijf je de coördinaten op en dan raak je ze alsnog kwijt. Hey, ik heb nog wel je briefjes liggen met coördinaten van spawners en paarden, et cetera. En paarden. En paarden. Ja. Oh, waarom? Daar heb ik eigenlijk helemaal niet meer nodig, die paarden. Ik heb genoeg... Oh, een cave. Oh mijn god, en dan toch loopt die cave door. Naar de andere kant van de border. Hoer. Hoer? Ja, even terugkomen op de vorige aflevering. Oh, fuck, wat doe ik dan? Even kijken. Zo. En dan zal het heel erg mooi zijn als we deze aflevering even wat diamonds tegenkomen. Dat ten eerste. En ook weer even een hele epische cave. En het komt steeds dichterbij, dames en heren. Het systeem met de puntentelling. En dat had ik Colin eigenlijk nog geen eens verteld. Maar Colin, er komt binnenkort een puntensysteem. Met het minen van de resources. Oh, dat komt gewoon in Minecraft zelf dan? Nee. Dat wordt een plugin. Oké. Dus dat kan niet iedereen spelen. Dan moet je echt die plugin voor hebben. Oeh, het is speciaal voor ons gemaakt. Oh ja, dus het is wel echt iets unieks. Kijk, je hebt al iets met puntentelling in Minecraft. Zo bijvoorbeeld, nou ja, wat we het eerder ook over hadden met die border. Dat als je een achievement gaat doen, dat de border groter wordt. Maar je hebt nog niet zoiets wat er nu wordt gemaakt voor mijn server. Het is heel uniek en het is heel erg gaaf. Het wordt een hele nieuwe ervaring. Het gaat een hele nieuwe draai geven aan de survival. De standaard dingen blijven wel gewoon doorgaan. Maar omdat wij heel erg veel minen en omdat heel veel kijkers minen gewoon heel erg tof vinden. Omdat we dan heel veel dingen over onszelf vertellen of hoe we dingen hebben ervaren. En heel veel mensen vinden dat interessant. Maakt het nu door dat systeem het minen het nog iets leuker. Intens, ja. Ik weet zeker dat kijkers het super awesome gaan vinden. Ik ben echt heel erg hyped. Ik probeer ook jullie kijkers nu te hypen hiermee. Om het elke keer af te doen. Ja, iedereen wil het nu hebben. Sowieso mensen die het willen hebben. Ik weet niet. Het is gewoon iets heel erg gaas. Maar ik ga daar dan verder niet te lang over doorpraten. Ja, maar we waren over de waardering aan het praten of van fans en kijkers. Ja, wat zijn er nou? Fans of kijkers? Wanneer is iemand een fan? Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat die vraag de kijkers zelf kunnen, of de fan, ze zelf kan beantwoorden. De ene noemt zichzelf een kijker, de andere een fan. Je kan het zo zien dat als je een kijker bent, dat je gewoon de video's kijkt en that's it. En dat als je jezelf fan noemt, dat je bijvoorbeeld naar fanmeetings gaat of echt foto op je achtergrond van je mobiel doet. Of een tatoeage op je kont van ons gezicht. Alsjeblieft, doe het niet gewoon. Doe alsjeblieft het. Niet. Nee. Doe het! Colin, zeg het niet, alsjeblieft. Doe. Nee, doe maar... Het. Kom weer op het journaal. Nee, maar het is gewoon zo dat... ik denk dat de kijkers daar zelf gewoon een antwoord op moeten geven. En ja, ieder zo verschillend. Sommigen die willen geen eens fans genoemd worden. Dus hoe ik het altijd zeg in een video is... ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Jullie lieve kijkers of lieve fans. Of ik zeg gewoon lieve kijkers, fans. Weet je wel, zeg het gewoon na achter elkaar. Bros, buddies. Nee, geen bros. Dat is echt te PewDiePie-achtig, man. Te PewDiePie. Ja, dat kan gewoon niet. Nee, je moet wel iets origineels verzinnen. Sisters. Soul sisters. Hey, sisters. Nee, dan maar. Faggots. Love all my faggots. Sukkels. Nee. What up, sukkels? Leuk te kijken naar een nieuwe video, sukkel. Wil jij nou ook een sukkel zijn? Abonneer op mijn kanaal, sukkel. Ja, als je van schelden houdt, dan ja. Maar sukkel, ja, is dat een scheldwoord? Eigenlijk wel, maar... Maar het is ook een beetje als je lomp bent. Ja, je bent echt een sukkeltje. Maar dat is geen eens een scheldwoord. Het is gewoon... Knophoor! Maar je bent dus eigenlijk wel een sukkel. Je bent best wel lomp. Ah, ja, je kunt nu wel dom lachen, maar je weet dat het zo is. Nee, hey, niet dom lachen. Dan kan je sukkelig lachen, ja. Sukkelig lachen. Ja, misschien ben ik wel een beetje sukkelig. Nee, ik ben onhandig. Dat ben ik heel erg. Oké, noem twee goede eigenschappen en twee slechte eigenschappen van jezelf. Kan je dat noemen van jezelf? Mm-hmm. Want het is voor heel veel mensen heel erg lastig. Twee slechte eigenschappen. Ja, goede eigenschappen is meestal niet zo lastig voor iemand, maar... Slechte. Slechte wel. Chaos. Ik ben best wel chaotisch. Oeh.
Ook een bed? Als ik een afspraak maak of ik zeg tegen Enzo, ja, we gaan in de ochtend opnemen, dan kom ik alsnog niet. Oh, diamonds! Wow, bitch! Oh, yeah, sukkel! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oeh. Heb je wel Fortune trouwens? Ja, ik heb Fortune. Super nice. Even kijken, ik heb er 13 diamonds uit gehaald. Oh, doet die lekker hoor, doet die goed. Jij bent een echte goede sukkel. Dankjewel, sukkel. Hashtag sukkel wordt vandaag trending topic. Oh. Hashtag MC Survival is de laatste tijd wel vaak trending topic aan het worden. Ja, dat is echt super vet. Ik tweet er ook steeds meer mee met hashtag MC Survival. Als er bijvoorbeeld een update is van de survival, dan tweet ik dat gewoon met die hashtag. En als jullie vragen hebben over de survival of tips of andere leuke dingen, dan tweet het gewoon met hashtag. Hashtag MC Survival. En dan kunnen Colin en ik daar af en toe op zoeken voor hele leuke dingen. En ik heb het zelf, zeg maar, ik gebruik dus een programma en dat heet TweetDeck. Ja, dat gebruik ik ook. Oeh, leuk. Ik ben niet de enige, oké, okay, Colin? Hey. Hey, ja, oké. Okay, zo excessief is het ook weer niet. Oh, zo. Oké, okay, maar ga verder, sukkel. En nu ben ik vergeten hoe ik al zei. Ja, ben je nu blij? Yo, happy now? Hey, het is klaar. Ik dacht, wat gaat mijn Minecraft in één keer smooth? Oh, nice. Nu moet ik hem uploaden. Oké. Okay. En dan gaat hij niet lekker als je uploadt? Nee. Nee, je hebt glasvezel, hè? Dat is serieus een verschil, hoor. Als je glasvezel hebt, kan je serieus gewoon alles tegelijk doen. Dus je kan gewoon 5 video's uploaden. Je kan ook gewoon een film downloaden. En dan kan je ook nog gewoon Minecraft opnemen. Tenminste, dat heb ik. Maar als je bijvoorbeeld gewoon ADSL hebt, dan heb je gewoon ja, beperkt internet. Eigenlijk. En... Hey, diamonds! Oh, alweer, jij fucking sukkel. Maar dan kan je gewoon niet alles tegelijk doen. 5, dat is 6, wel even een verschil. 6. Oh my god, weer 8? Wow, 8 gewoon? Ja, ik heb er weer 13 uit. Damn, dus je hebt 26 nu. Ja. Oh, Enzo, je bent zo goed in rekenen. Je bent echt niet zo'n sukkel nu. Oké, cool. Ik heb nog heel veel eten trouwens bij me. Gefeliciteerd. Leuk voor je. Dat was een sukkelig boertje. Yes. Yes. Ja, wel fijn dat je niet gaat lekken van het glasvezel. Dat vind ik echt... Holy shit, ik zat heel even te twijfelen, jongen, maar ik dacht nee. Dat kan nooit, jongen, dat kan nooit. Oh my god. Ik kan gewoon dat mijn internet. Je doet het wel fucking goed, man. Ja, je kent de alleroudste grap. Ja, van oh nee, schat, ik kan nu echt niet praten. Ik ga in de tunnel. Piep. Ja, meestal is dat als je vriendin zegt. We moeten echt praten. We moeten echt even praten. Maar waarover? Ja, dat kan ik je alleen vertellen als je bij oh, me bent. Oh ja. Of ja, er is iets. Wat dan? Nee, niks. Laat maar. Oh my god. Oh my god. Oh, dat is zo hatelijk. Of gewoon van, ja, er is iets. Want dan ben ik bijvoorbeeld, stel voor, ik ben aan het werk. En dan zegt Dave bijvoorbeeld, ja, er is iets. Dan zeg ik, wat is er dan? Ja, ja, vertel ik wel als je klaar bent. Ja, what the fuck? En dan ben ik dan zeg ik van, nee, oké, ik ben klaar, vertel maar. Ja, nou, als er wat is, dan kan je in één keer wel tijd vrijmaken, hè. Maar als ik gewoon zeg van, kom even praten, dan zeg je, nee, ik ben bezig. Doe maar als we klaar zijn, dat ik klaar ben. Dat zijn echt van die vrouwen dingen. Problemen. Maar dat doet Dave niet, hoor, trouwens. Maar... Ja. Nee, Dave is echt een hele lief schat. Ik zat in bad, gewoon in bad. Dan maar even een ontwerp, ja. Oké, okay, ga maar. Wat? Ja, ik heb geen idee. Ik hoopte gewoon dat jij erop in ging spelen. Oh, ik hoor ze. Oh, ik hoor allemaal zombies. Ik zie ook lava komen. Oh my god. Maar deze hier dirt. Dirt. Oh my god, ik heb een cave. Oh, diamonds! Alweer? Oh my god! Colin de gelukssukkel. Oh my, je moet echt doorgraven hoor, anders had jij ze gevonden. Je bent op mijn pad aan het graven. Nee. Je moet niet in mijn loopgraaf gaan zitten, hè. Hier zitten zoveel diamonds! Serieus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Weer 8, ik heb er nu 9, weer 13, what the fuck? Hoe kan dat? Oh my god, 13 is mijn geluksgetal vandaag. Wie van Minecraft heb jij gebeld? Met wie heb je contact gehad? Dodge, hij wou ons idee jatten voor die iron chesten. Oh ja. Oh, ik vind nog steeds dat het erin moet komen, man. Allemaal, oh nee, het heeft geen zin meer hè, als we Notch gaan volspammen op Twitter of zo. Oh dude, zullen we naar Minecon gaan? Weet je wat dat is? Nee. Dat is, zeg maar, een soort... Ja, ik val dit terug op de YouTube-kanaal, maar sorry, maar... Het is een soort de YouTube-kanaal, maar dan helemaal op Minecraft gefocust.
Oh, serieus? Alle Minecraft-fans en liefhebbers komen erheen? Ja. Oh, wauw. Ik wist serieus niet dat het bestond. Nee, oh, 44 diamonds heb ik nu. 44? Ja. Holy moly. Ja, maar wat ben jij dan? Ja, als jij een beetje terugloopt, dan kom je op een gegeven moment mij wel tegen. Ik ben hier gewoon even chill aan het minen. Want ik ben in een cave tegengekomen. Die cave is best leuk. Ik ga even jouw dingetje erin. Minecon. Ja, ik weet niet wat Minecon is. Oh. Dat maar we zetten het wel op de agenda. Ja, ik weet niet. Ik vind... Ja, ik weet niet of dat wel iets voor mij is, eigenlijk, überhaupt. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar daar moet ik eens een keer geweest zijn, dan weet ik het. Ja, soms... Ja, daar heb ik een punt, Enzo. Daar heb ik een punt. Nou, ik zie geen punt nergens in beeld komen. Misschien als die update is geweest wel, maar... Maar... Fuck jou. Maar... Ja, ik weet niet. Soms denk ik er ook zo over, van... Dan moet ik iets gewoon meegemaakt hebben, maar soms denk ik ook van... Nee, fuck it, ik wil het helemaal niet meemaken. Ik heb er helemaal geen zin in. Een auto-ongeluk heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, maar dat wil ik ook niet meemaken. Nee, dat is iets wat ik dan niet wil. Zo waar, heb ik ook nog nooit gehad. Wil ik ook niet meemaken. Nee. Neergeschoten worden. Ik ben allergisch voor kogels. Nou, dat wil ik ook. Ik serieus, ik zou wel een keer neergeschoten willen worden. met een BB gun. Enzo die luistert één keer naar een album van Lil Wayne en die gast is echt gangster geworden. Nee, grapje, maar ik zal wel een keer met een taser of zo. Dat lijkt me ook een keer episch. Maar dan nou gewoon voor een video, weet je wel. Niet door een random persoon of zo. Maar gewoon in een video. Die drang heb ik nou dus totaal niet. Nee? Nee. Oké, dan ga ik je ook een keer pranken met een taser. Ik ben een taser. Ja, dat wordt wel leuk. Oké, willen jullie dat ik je collega taseren? Laat het weten in de reactie. Ja, dat is eventjes niet. En hè? Een reactie met meer dan 1000 blauwe duimpjes omhoog. Ga ik het overwegen. Oh, Colin, wat hou je veel van mij, hè? Nee, totaal niet. Oké, wat is er aan de andere kant? Ah, ik zie helemaal niks bijzonders. Wow, ik zie helemaal niks bijzonders. Oké, je wordt gescand, man. Wacht, we worden gescand. Een MRI-scan. Oké, we zijn helemaal gezond. Verandert hij weer van kleur? Verandert hij eigenlijk in één keer van kleur of gaat het zo geleidelijk? Nee, hij verandert in één keer van kleur. Nee, niet te veel ijs. Okay. Hè? Nee. En... Boom. Wat wordt het? Ja, hij gaat best wel ver al. Als het goed is, stopt hij nu. En boom. Oh ja, hij verandert in één keer van kleur. Ja, dat zei ik toch. Heb vertrouwen in mij. Zei je dat? Dat zei ik, ja. Wat zeg je? We komen... Hey, dirt! Ja, oh ja, kijk, hier is mijn gang. Dat is mijn gang. Je hoeft hier niet dat dirt weg te halen, want hier is ook al heel veel dirt. En ik heb al iets gevonden. Ja, maar daar vind ik weer diamonds. Als ik weer diamonds vind, dan zing ik de vogeltjes. Oh, hier redstone. Doe daar, de vogeltjes. Dat was het waarschijnlijk. Meestal als het redstone is, dan is dat het ook gewoon. Dus Colin, don't stop believing. Don't stop me, but watch. Ja, fuck you, je zit allemaal neer te gooien, dan moet ik er langs lopen. Oké, kom, we gaan verder. Ik zie hier. Wauw. Oh, je bent serieus met het gangpad naar mij toe gekomen? Ja. Oh, nice. Nou, dan gaan we hier gewoon weer verder. Ja, er zit daar een mooie shaft. Zit daar. Een mooie shaft? Nee. Oh, ja. Oh, zo'n shaft. Ik zie het. Ik snap hem. Oké, ik wil alle... Oh, auw. Wow. Dat was een zieke... Pak hem! Ik wil... Oh, wauw. Ik ben level 17. Oh, god. Wow, wat zie ik hier allemaal? Holy fuck. Misschien is hier wel... Oh, dit ziet er zo raar uit allemaal. Fucking hell, dit is zo vet. Dit is wel een vette shaft, hoor. For real, man. Super veel lava en shit. Zijn we nog nergens geweest? Super veel lava. Lava en shit. Stel voor je doet lava en shit. Oh, dat gaat stinken. Of je anus brandt. Dat kan ook. Wat? Ja, dat je zo met je kont erboven moet hangen. Confetti! Woo! Oh yeah, lapis lazuli. Wow, ik hoor een slijmblok. Hoor je dat ook? Nee, ik hoor alleen maar fanfares. Oh mijn god, hierboven... Wat? Ja. Ik weet niet of je... Ja, hoor, hier, slijmblok. Holy shit. Wacht. Wow, vet veel. Oh mijn god, kijk hoeveel.
Holy shit, ik heb 11 slimeballs. Zal ik mijn raam voor de gein openzetten? Oh, wat hoor je? Carnaval? Ja, luister. Ik doe mijn raam open. Ja. Ik hoor het! Als ik misschien nog iets harders doe? Wow, ja, ik hoor het, man. Hij deed bijna het deuntje die ik deed. Holy fuck. Maar dit gaat nu dus nog een uur door, hè? Fucking hell, man. Is dat elke dag zo? Ja, welkom in Limburg. Fucking hell, man. Chaos, chaos. Gaan we dicht, het is koud. Chaos in de zaal. Willy Wartaal. Of nee, hoe gaat die lijn ook weer? Jij weet hem wel. Jij luisterde laatst nog vet veel oude liedjes van Opposites, zoals Slaap en zo. Oh ja, ja, ik had hem net nog aan het luisteren eigenlijk. Ik had hem net nog aan de lijn. Ik luister altijd muziek onder de Minecraft Survival. Ja, dat vind ik wel gek. En dat doen meerdere mensen. Net zoals Sam, die doet dat ook wel eens. Als Sam met mij mee... Kijk, niet als hij voor zijn eigen kanaal aan het op... Wow, wat veel resources. Maar niet als Sam voor zijn eigen YouTube kanaal aan het opnemen is. Dan luistert hij geen muziek, want anders wordt dat ook opgenomen. En dan is dat meteen copyright. Ja, tenzij non-copyright muziek luistert, maar dat doet hij niet. Maar als hij meedoet met mijn survival, luistert hij altijd muziek. En ik heb zoiets van, holy shit, dat je je dan kan focussen, weet je wel, op de survival en opnemen. Dat kan ik helemaal niet. Ik heb ook altijd muziek op staan als ik League speel en zo. Ja, ik weet ook dat. Ik vond dat super moeilijk. Ik weet nog wel 2 jaar geleden toen ik heel vaak League of Legends aan het streamen was. Toen vonden het mensen super vet om wat achtergrondmuziek erbij te hebben. Maar als ik muziek aandeed, merkte ik dat ik wat slechter ging spelen. Omdat ik het nooit gewend was. Ik was gewoon gewend om alleen het League of Legends geluid te horen en voor de rest niks. En dan in één keer met muziek spelen is best lastig hoor. Hoor je de carnaval shit nog steeds? Nee, ik hoor het niet meer. Ik wel. Ja, nou ja, ook omdat ik natuurlijk best gewoon... Best kut, het is gewoon niet in de maat van mijn muziek. Het klinkt heel dom. Oh, diamonds! Gast! Oh, my god! Lol! Ik ga even de andere kant. 1. Oh my god, iemand schiet op mij. 2, 3. What the fuck? Ik heb gewoon 50 diamonds in deze aflevering al. Dat is echt niet normaal dit hoor. Holy shit. Waar is dat systeem dan? Dan kon je weer zien dat ik legit was. Ja, echt hè. Als dat systeem was, dan... Oh, ik ga er verder niks over zeggen. Oké, het is zo dat ik echt ongelooflijk veel coal ores bij me heb, want ik kan het niet hakken. En dat is best wel vervelend. Dan kan ik aan mij gewoon even vragen of je het mocht. Ja, maar dan moet ik... Ik heb er 2 bij me maken. Maar, heb jij nog een pickaxe bij je? Ja. Gas, serieus? Ja. Maar opeens staat wel fortune en efficiency en unbreaking. Wat? Mag ik die? Want ik ben nu de hele tijd met die... Wow, what the fuck? Want ik ben de hele tijd met Silk Touch bezig. Dus ik mine al die blokken, zeg maar. Dat is best vervelend nu. Want mijn hele chest zit vol. Ik kom eraan. Wauw, ik heb hier, ik heb 1, 2, 3, 4. Ik heb bijna 5 blokken of coal ore. Ik heb geen idee waar ik vandaan daar kom vandaan. Dat slaat echt nergens op. Ik heb geen idee waar ik vandaan kom, trouwens gelogen. Oh zo. Ja, dan moet je even denken in het echte leven, hè mensen. Okay. In het echte leven. In de echte leef. In de leef. Tug life. Tug life. Oké, hoppakee. Nou, die chest zit helemaal vol. Deze items kunnen we gewoon even lekker weggooien. Nee, niet flikkeren. Dat is weer te agressief, te grof. Zo. Wow, ik heb gewoon een heel stack bones. En zo knol, ik ben op zoek naar jou. Ga jij mij vinden? Ik weet het niet. Het is carnaval, hè? Ik kijk zijn hoofd van die zombie. Dat was vet droog. Oh my god, you motherfucker! Wat? Ik sta op de rand en hij schiet de skeleton mij eraf. Oh, wow, dit is gevaarlijk. Hij skiet mij gewoon eraf. Hij skiet... Oh, fuck. Hij skiet. Oh, wacht. Ik had die torches in. Die heb ik nodig. Hoppakee. Ik heb ook torches nodig. Kan ik dit erin doen? Oh, ik heb nog bijna een heel stack in de ender chest zitten, dus. Ja, maar daar kan ik. Daar heb ik niks aan. Nee, maar daar moet je nou met... Oh, ik weet fuck. Ik zag dat ik diamond zag. Was het de border die zo blauw was? Knop. Ik weet gewoon niet waar je bent. Ja, ik ben alleen maar verder weg aan het lopen van jou. Dus niet zo slim. Ja, jij moet de pickaxe hebben, hè? Ja, daarom. Dus daarom is het niet zo slim. Oké, heel even. Ik hak hier heel even. Hak, hardcore. Nieuwe fight. Door het midden. Enger vis. Ik hak hier heel even nog wat resources weg en dan kom ik naar je toe. Enger vis. Vind ik eigenlijk best wel een domme bandnaam.
Een bandnaam? Dat is helemaal geen bandnaam. Ja, DJ, weet ik veel. What the fuck? Zie je, zo dom vind ik het. Ik ben niet eens geïnteresseerd wat het eigenlijk is. Nee, ik weet niet. Ik vind het wel super vet, man. En ook gewoon omdat... volgens mij is het nooit bekend geworden hoe die kerel er in het echt uitziet. Ja, omdat hij altijd zo'n masker op had. Ja. Dat vind ik wel vet. Dat zijn echt van die... Ja, maar dat is ook met Daft Punk toch eigenlijk? Ja, Daft Punk. Die hebben altijd zo'n ziek grote helm op. Maakt niet uit hoe warm het is. Ze hebben gewoon die helm op. Maar het is wel bekend hoe ze eruit zien. Want ja, paparazzi. Oh ja, serieus? Mij wel, ja. Deadmau5 deed het ook heel lang. Wie? Deadmau5. Oh, Deadmau5, ja. Die maken ook hele goede remixes en shit. Nou, ik moet zeggen, de track zelf zijn ook wel goed. Ja, ja, ja. Mensen die noemen niet Deadmau5. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn... Maar ik ben echt een remix-freak, man. Een remix-freak. Okay, ben je vroeger ook al eens geprobeerd om DJ te zijn? Nee. Niet? Nee. Ik wel. Ik was een DJ omdat ik twee plaatjes achter elkaar kon zetten. Ik begon ook waarin ik nummers achter elkaar kon plakken. Dan was je meteen een DJ. En dan was het een remix. Remix! En dan een vet lelijke overgang, weet je wel. Remix! En dan... Zo'n gashoorn, zo... En dan weer een ander nummer. En dan, yo, very bombastic. Oké, even kijken. Ik moet echt even weten waar jij bent. Ik ga weer helemaal... Ik dwaal helemaal af. Ik ben helemaal... Ik zit weer gewoon, zeg maar, waar we zijn begonnen. Oh, jij bent in de... Wow! Die hele... De shaft. Holy shit. De shaft. Oké, in de shaft. Oh, ik zie jouw nametag. Ja. Ik laat... Wow. Wow. Oh, hij ging dood door mijn burning. Ik wou net... Oh, oh, er is een nieuwe band. Nieuw muziekje. Wil je nieuw muziekje horen? Nieuw muziekje van wat? Van de nieuwe carnavalsband die achter de hand rent. Nee, man. Nee, als de kijkers nou heel... heel... Ja, ik hoor het wel, maar ik denk dat de kijkers het heel moeilijk kunnen horen. Ja, ja, we horen dingen wel harder dan dat jullie het kunnen horen. Dat is waar. Fuck ja. De zombies, hoppakee. Ik ben wel al level 19. Twee levels omhoog gaan alleen maar door mobs te killen, dat is wel handig. Fuck, ik beloof de hele tijd dat ik daarheen ga en dan doe ik het toch niet. Oké, okay, nu kom ik echt... Wacht heel even. Oké, fuck it, ik laat dit gewoon zitten. En we wachten. En we wachten. Oké, ik kom naar jou toe. Ik weet waar je bent. Ik zie jouw nametag. Ik zie jouw nametag. Ik weet waar je bent. En ik wil... Oh, lol, ik zie het al. Alata! Oh, zet de energies ook meteen neer? Oh, ja. Even kijken. Hoppakee. Want, Enzo, ik wil dit graag erin doen. Wow. Colin. Dat is normaal. Dit wil ik erin. Oké, okay, dan kan ik meteen even wat dingen wegflikkeren. Nu hoop ik niet dat ik door een skelet in mijn rug word geraakt, want dan lig ik meteen in de lava. In de poeper doe je. Even kijken, dat was het wel zo'n beetje. Mag ik dan de pickaxe? Oh. Heb jij nog torches? Wat ik er nog even in wil hebben is... Oh ja, ik heb torches. Is deze, voordat ik die ga gebruiken. Hier torches, alsjeblieft. Het zijn niet superveel, maar ik zal er wel even wat nieuwe voor je maken. Even meteen kijken, en dan heb ik... Ja, ik heb nog coal bij me. Maar ik denk, zo, hop. Hoppakee. Even kijken, ik heb een efficiency 3, een breaking 3 fortune 2... of een efficiency 4 en een breaking 3. Efficiëntie 4 heb je op allebei staan? Nee. Doe maar efficiëntie 4, die wil ik hebben. Je bent zo lelijk, hè? Wat dan? Oké, hier. Wat dan? Nou, dan moet ik net met Fortune gaan hakken. Oh, serieus? Ja, pak hem dan op, hij ligt daar. Oké, even voor kijken. Jou. Ja, ik heb hier nog wat voor jou. Oh, nice. Oh, fucking episch dit, man. Thanks a lot, bro, you're the best. Kijk, hier. Alsjeblieft. Nog een hele stack torches. Yes. Ja, ja, goed gedaan. En dan even kijken. Even mijn rotzooi weggooien. Oh, ja. Oh, je pakt die torch niet op? Oké, dat maakt niet uit. Kan gebeuren. Ik wist niet dat je me zo niet aan. Ik heb toch een stack opgepakt? Ja, maar ik had nog een stack getopt. Dat maakt niet uit. Oh. Geen probleem hoor, Colin. Ik maak een andere keer wel nieuwe. Oké, dan ga ik even met die Silk Touch Show doen. Hoppakee. En dan ga ik het nu weghalen. En nu hebben wij ons weer helemaal goed voorbereid voor een nieuw avontuur. En aangezien dit avontuur al heel lang duurt, ga ik tegen jullie zeggen, kijkers, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je nou een hele vette video vond. Check Colin's kanaal in de beschrijving. En ik zie jullie morgen om 7 uur. Wee! Doedels. Knol Power.